van Jos. Hé, hey, Erik, ze heeft stil, zeg maar dit. Want zo is het volgende keer opgevallen. Sana, die ze zoeken een prinsie, zo wordt het gewinnen. Hakte in de bloemetje, of hakte niet op zak. Ja, 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 ja. Het zal geweldig zijn dat ze er van niet zijn, zo. Die van de hoogkullen, die hadden geen hele uur. Maar die had eigenlijk probleem. Er is verder al een prinsje weer. Ja, we gaan even weer voor één. Ik kan best wel weer zeggen dat ze voor prins weer. Ja, dat klopt. Ze zullen weer een prinsje. De zomer doet je weer. Hakte in het bloemetje. Of hakte niet op zak. Ja, 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 ja. Het zal ze weer ons leggen, zo van al die prins. Ja, nee, de koude. Ja, dat is niet echt wel gewoon. Maar volgens mij is het gewoon een prins geweest. Ja, maar hadden we verder maar één zomer genoeg in de optocht gehad. Het duurste punt van een prins. Maar dan gaan we zien, aan dat prinsje pakken op de stukken van zelf de prins. Dus wat zou dat doen? Ja, de aas ook nog een idee. Ze zullen weer een prinsje. De zomer doet je winnen. Hakken in het bloemetje. Of had je niet op zak? Ja, 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 ja. Het zou zo weer ons leggen, het zorgt dat al in het moment zo. Misschien gewoon ze wel op de moderne toekomst. En reden ze de rol uit. Ik bedoel mensen. Ja, dat ze een vrouw pakken of een zwetpukken. Of van de wezen in het verrein van de uitjes. En dan een vrouw en een man superrein prins. Dat hoor ik van het net maken, hé, want die vertelt pakketten. Ja, ik ook. Ze zullen weer een prinsje, de zomer doet je winnen. Hakte in het bloemetje, of hakte niet op zak. Ja, 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 ja. Het zal ze weer ons leggen, het zorgt van alle prinsen. Hey, weer. Je had een flink aan de oefenen. De rode adjudant en mijn richtige prins te leren. Maar ik durf niet dat eerst weer. Die vrouw er vandaan zorgt voor de brug. Oh, hier, ja, dat is ook wel een beetje. Hé, man, die asje, hè? Dan lopen tegenwoordig mannen die er genoeg voor. Nou, hoe ze zich met die binnen gaan pakken. Die hand toch niet aan zijn heen. Ja, dat kan ze wel zeggen. Ze zullen weer een prinsje, de zomer doet je winnen. Hakken in het bloemetje, of hakken niet op zak. Ja, 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 ja. Het zat ze bij ons leggen, het zat van alleen een kleine zak. Ja, dan heb je. Dit geeft meisjes drieën. En de organiseert geen feestjes. En volgens mij is dat ook in de post. Ja, maar dat is ook het van die deur. Maar verrek, joh. Ze zullen weer een prinsje. De zomer doet je winnen. Hakte in het bloemetje. Of hakte niet op zak. Ja, 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 ja. Het zal ze weer ons leggen, het zorgt van de prinsje. En daar vroeg ze ook. Deze is Antonia Bakker. Ik denk dat ze goed dat hij er afgevallen is. Hé? Die woorden met alle presidenten herkennen die maatschappij. Maar het zie ik niet gebeuren. Volgens mij is hij dat iedereen zijn trainer is.
door die presidenten van de zwemmenkeukens. Nuttig neer, die smaakt dat wel te Ja, maar het is net speciaal werk. Daar hadden we ook de druk om te trainen. Want er is er continu met die ook auto's beschermd. En volgens mij gaat het weer binnen de melk. Wat moet dat weer? Ik weet het nog niet. Van zullen het ons hier? Ja, 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 ja. Is al 30 jaar lid van de vereniging Bruggenhagen. Gaat de oude ketten zagen. Dit is een vrij diep, groeit en scheep over de hoes. Ook zijn vrouw weet wat het is om royal te zien. Kent voor sturing worden als hij hier sprint is geweest. Hij is dan vreugd door medeheerser van Nijenhagen, Robert Kuipers. Prins Robert, dat je zo kan noemen. Want voor je zo kan plichtdingen te noemen. En dan voor ook het hulp en afstandsje van jullie. En ik zou willen vragen voor de volgende nu, voor hier op de buurt te komen. Uiteraard zijn vrouwen Joyce, de Tega, de Ashley, de Amy, en Alissa, mag in de buurt om alsjeblieft u. De pap en de man Kuipers, Solaris, Hugo, Antoinette, de zuster, Peggy en de André. Peter King van Hubert. Schoenzuster. Schatsplits Frans van der Herde uiteraard. Mugler-Jugendplits Brian. Jan de Jonge, president. En de SVB. Alsjeblieft op de buur. Het Otto-comité. En met volgaas uit Duitsland gekomen van de verjaardag. Onze eigen Harry Leunissen, wethouder van cultuur. Harry, ook SVB op de buur.